Eerste aanval van het Nederlands team met Helene van der Wild, Marloes Preuninger, Dennis Vossart en Wim Scholtmeijer in de aanval. Prachtige doorloopbal van Helene van der Wild. Openingstreffer 1-0. Opnieuw de opbouw van Nederland dat een goed begin kent. Logisch ook tegen een zwak Duitsland. En dit is een prachtige doorloopbal van Michiel Gerritsen. Stand is 4-0. Combinaties lopen lekker. Marloes Preuninger, begin van deze week nog betrokken bij een licht auto-ongeluk. Elke Nederlandse aanval levert het doelpunt op. Ditmaal de treffer van Wim Scholtmeijer. En diezelfde Wim Scholtmeijer, die zo verschrikkelijk zuiver is, tikt de bal door de korf. Het is 9-0. Komen er nog andere spelers aan bod van Duitse kant bijvoorbeeld? Nee, voorlopig niet. Wel aan de Nederlandse zijde. Dit is Dennis Vossart. Halverwege de eerste helft. Nederland leidt met een grote voorsprong. Uiteindelijk voor rust wordt het dan tijd voor een schitterende doorloopbal en een treffer van de Duitse ploeg. Het is Jan Kruger die ervoor zorgt dat de hatelijke nul weg is. Ruststand 16-3. En na rust gaat de Nederlandse doelpuntenmachine gewoon lekker door. Alles soepel, alles op tempo en wordt er ook af en toe gemist. Zoals dit hele mooie kunstje wat Wim Scholtmeijer wilde uitvoeren. Hij heeft er al 7 gemaakt. Deze gaat niet door de korf. Taco Poelstra dan in de slotfase. Een knal van heel grote afstand. Natuurlijk is die bal van Poelstra raak. En is de eindstand 29-7. Het circus verplaatst zich voor het echte kampioenschap naar Sportpaleis Ahoy.